Weet je, ik besef me eigenlijk iets. Als Kuja zo powerful is en zo machtig en noem het maar op, waarom rent hij dan steeds weg van ons? Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Final Fantasy IX. Ik ben weer jullie enige echte zeep. In de vorige aflevering hebben we via de mages de puzzel opgelost, hebben we een of andere steen verslagen. En we zouden nou alweer Chocobo kunnen doen, maar op dit moment is er nog niks wat we nou kunnen doen met de Chocobo's. Want we moeten eerst dit event afmaken en we moeten dus weer terug naar Esto Gaza. Nou, heb ik jullie al hier de shop laten zien, maar er zit hier nou iets anders in de shop. Je wil op dit moment, het is de... Ja, dit is het moment dat je hier nu echt die shop in moet. In mijn eerste playthrough heb ik dit namelijk overgeslagen. En dat was dom. Dat was heel erg dom. Ik kan het jullie niet vaak genoeg zeggen. Maar goed, nou krijgen we hier in één keer een... Ja, nou krijgen we hier in één keer een kat zien. Maar goed. Wat willen jullie schooiers? Jullie zijn in een heilige plaats. Dus die neus omlaag. Net zoals die andere punthoedjes. Geen manieren. Nog niet eens. Meneer, zei je nou net, heb je andere gasten gezien die lijken op mijn vriend hier? Hoe durf je mij zo aan te spreken? Ik ben de priester van Esto Gaza, de heilige plaats waar jij staat. Dus, let op mijn woorden, kind. Ben jij samen met die andere crew? Kun je me alsjeblieft vertellen waar dat ze waren? Was er een meisje, een klein meisje met hun mee? Ik bedoel, mijn vriends leven is in gevaar. Alsjeblieft, vertel me wat je weet, nu. Al het leven is hetzelfde. De levenden zullen teruggaan naar de sterren. Door het pad van de zielen op Shimmering Island. Serieus, waar heb je het over? Zijn Black Mages hier met een meisje geweest? Ze is onze vriend. Is iemand van Black Mage Village hier gekomen? Vertel ons. Ik heb ze net gezien. En trouwens, ze deden niks verkeerds. Nou... Zal ik eens even een boekje opentrekken over wat hun wel niet verkeerd hebben gedaan. Ze zijn hier binnengestormd. Honderden van hun. En ja, ze waren allemaal Black Mages Army. Dus ja. En ze gingen recht naar Mount Gulug. Zonder naar mij te kijken. Mount Gulug? Dat is een enorme vulkaan. Die uit is gedoofd in de dagen vroeger. Legende heeft het dat het een race tot een grote ras van grote mollen daar ooit heeft geleven in de grotten. Maar dat is heel lang geleden. Geen sterveling heeft er ooit meer naar binnen gekomen. En de entrance is mysterieus gesealed. Ze zijn hier doorheen gegaan en ze zijn recht naar die berg toe gegaan. En het meisje? Oh ja, een van de Black Mages die droeg een klein meisje. Ja, dat zal wel Shauni zijn. Nou, dan weten we het. We moeten naar Mount Gulug. Nou, die steen die hij dus zeg maar van ons wou hebben, dat zou dus zeg maar, omdat het gesealed was, dat zal het dan wel openen. Maar goed, vergeet niet hier naar de shop toe te gaan. De shop heeft een heleboel nieuwe dingen. Zoals we kunnen zien, hij heeft de Gladius, maar die hadden we al één. Maar hij heeft nou ook de Zorlin Shape. Het ziet er slechter uit, aangezien dat aanval omlaag gaat. Maar die gaan we toch wel eentje nodig hebben. Moet je kijken, we hebben gewoon 100.000, dus... Oké, Diamond Sword die hebben we. Maar de Flamesaber, dat is de nieuwe voor Leroy, dus die willen we zeker hebben. Happy Lance, die hebben we nog niet. Scissor Fangs, die hebben we ook nog niet. Magic Racket, daar hebben we er twee van. Ah, Zora's Rod. Die willen we zeker eentje hebben. Hamlin, weet niet of we die hebben. Die hebben we al. Maar de Octagon Rod, dus is de enigste manier en de enigste locatie waar je deze staf kan krijgen. Geloof me, die wil je hebben. Ook al gaat ze een aanval omlaag, die wil je echt hebben. Nou, Rising Sun, daar hebben we er 8 van. Laten we eens even kijken. Egoist, Armlet, daar wil ik er 2 van bij hebben. Daar wil ik er eentje van hebben. Ja, de Armlets. Doe er daar maar 4 van. Diamond Gloves hebben we er 2 van. Venetia Shield wil ik er eentje van bij hebben. Blackwood wil ik er eentje van bij hebben. Red Hat wil ik er 2 van hebben. Crosshelm hebben we. Die hebben we. Die hebben we. Die hebben we. We kunnen nog even potions hier. Oh, we kunnen nou high potions kopen. Wat leuk. Laten we nog 1 gold armor erbij pakken. Vaccin die hebben we nog niet ingeslagen. Vaccin dat zorgt voor virus status effect. Nieuw status effect die hebben we nog niet gehad. Wat virus doet is het zorgt ervoor dat je geen experience en AP meer op het einde van een battle kan krijgen. Dus daar wil je vooruit kijken. Remedies, die moeten we zeker een paar even erbij hebben. Nou, ik kan daar een paar van kopen. Zal ik een paar Rising Suns hebben? Gewoon just in case. Waarom ook niet? Maar goed, die wil je dus echt kopen, die dingen. Nou, laten we eens even kijken wat we van kunnen leren. Deze, waar hebben we hem? Zonnevlee. Die is niet echt handig, maar misschien kunnen we hem gebruiken om te sinten. Oké, iets nieuws. Ja, Quaracy, handig. Hier iets nieuws. Nee. Hier iets nieuws. Nee. Daar ben je nog aan het leren. Oké, nou, we kunnen jou dus nou eindelijk zeg maar deze geven. En dan kun jij mini leren. Dat is alleen maar handig. Hebben we hier iets wat we jou willen leren? Nee. Hier iets. Nee. Hier iets. Ook niet. En jij bent dan nog Shiva aan het leren. Goed, Meteor is geleerd. Nou ga ik jullie laten zien waarom dat deze zo belangrijk is. Fairaga, Blizzaga en Tundaga, allemaal in één staf gepropt, kun je in één keer leren. Maar dit is de enige plek waar je dat ding kan kopen. Dus je moet hem echt hier kopen, anders krijg je hem niet. Heel belangrijk, vergeet niet dat je hem daar dus zeg maar kan equippen. Oké, jij bent nog steeds bezig met half MP, dat is alleen maar gunstig. Goed, alles is geëquipt, alles is gedaan. Op naar Mount Gulug. Klinkt wel als een beetje als zo'n, hoe heet zo'n Quasimodo ding. Goed, hallo. Mogrika. Je hebt een brief gekregen, je weet niet wie hem heeft gestuurd, je bent bang. Lees met me mee. Oké, waarom? Mogrika, ik zit in de problemen, ik heb te veel gebruikt. Heb je meer? Huh, dat heb je niet, of wel? Oh, wat moet ik doen? Je hebt Artemision verteld het niet te gebruiken. Waar gaat het over? Wil je een brief sturen of niet? Naar Mulan. Zit hij niet in China? Oh nee, dat is Mulan. Maakt niet uit. Goed, wij zijn hier boven te vinden. Oeh. Wat een uitzicht. Als het zou onweren, zou dat een mooie locatie zijn. Als je een auto bij je hebt. Maar ja, hoe krijg je een auto daarop? Oké, sorry. Ik laat me weer afwijken met het punt waar we eigenlijk... Zag ik hier nog uit? Nee, oké. Goed. Dus wij moeten naar Mount Gulug. En als we dus zeg maar hier naartoe komen, dan zien we dus dat de deur hier geopend is. Die deur die is normaal gesproken gesloten. Daarom konden we de eerste keer er niet naartoe. Omdat daar heb je de Gulugsteen voor nodig. Die we dus zeg maar hebben gehaald van Kuja. En Kuja die is aan naar binnen toe gegaan. Dat is nogal vervelend. Hebben we deze buyback al gehad? Volgens mij wel. Weet ik niet zeker. Maakt niet uit. Back attack. Ik baal. Duurt altijd zo lang. Maar goed, het zijn nieuwe vijanden, denk ik, soort van. Dus laten we maar eens eventjes gaan kijken. Ja hoor, stop. Waarom ook niet? Oké, aanvallen, aanvallen. Oké, gelukkig is hij mis. Oh nee, je hebt kaart ervoor, dat is alleen maar gunstig. Weet je, wat doe jij met Shiva? Dat is een nieuwe, die hebben we nog niet gezien. En aangezien dat we in ijs zitten, laten we Fairaga doen. Waarom ook niet? Hoppakee, aanvallen die app. Oké, Diamond Dust. We krijgen hem te zien. Oké, even snel even de aanvallen klaarzetten. Even vierkantje ingedrukt houden tot we de status niet doen en... Nooit gehoord van kleding. Serieus. Shiva, de nieuwe Frozen. Nou, oké, is gewoon een standaard ijsaanval als je het mij vraagt. Oké, hoeveel doet Fairaga na de stopaanval? Oh, fijn, Taulas die staat nou stil. Oké, Fairaga, daar zullen we dus nog heel eventjes mee moeten wachten. Maak jij het af? Goed zo. Het was ook een back attack, dus daarom deden wij dan minder schade. Omdat wij staan nou in de achtergrond, waardoor dat wij minder schade nemen. Maar als je dan fysieke aanvallen wil doen, dan doe je ook minder schade. Dus kan vervelend zijn. Maar goed, we krijgen weer in ieder geval geld en daar zijn we blij om. En ja, dus goed. Laten we maar naar binnen lopen. Mount Gulug. Lijkt wel een verlaten mijn of zo. Dus dit is een beetje een doolhof idee. Hier kunnen we het een en ander wel vinden. Maar wat we eigenlijk willen vinden, dat zijn verschillende dingen. Dat gaat over iets wat we moeten doen. Dat kan later wel, wat zit hier? 9693 Jill. Oké, dankjewel. Dat is gewoon voor de ladder. Hier iets? Nee. Hij wil echt al het puin hier goed eventjes onderzoeken, want er kan hier van alles liggen. Een eten ligt hier, nou, dat is altijd handig. Hebben we hier nog meer? Een ladder sowieso. Kunnen we mee? Ga die ladder op! Klop, 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 klop. Ja, ze zijn aan het hameren hiernaast. Maar goed. We komen hier ook nieuwe vijanden tegen. Denk ik. Die kunnen gevaarlijk zijn. Denk ik. Och, kijk nou toch eens. Het vuurkastje en het water- of ijskastje. Gezellig. Weet je wat? Jullie hebben geen thunder, dus dan doen we gewoon een thunderaanval er gelijk even bovenop. Oké, nou jij hebt vuur, dus ja, dan zou jij automatisch dus, zeg maar vuurspreukje gaan doen. Dus laten we eens even kijken. Het is nou moeilijk om te zien. Jij bent het ijskastje. Dus vuur op het ijskastje en ijs op het vuurkastje. Als we daar de kans op krijgen tenminste. Ik moet zeggen dat Zelda het best wel goed doet. Ondanks dat ze nou vaak eigenlijk zeg maar, de kans heeft om te zeggen... Ik kan me niet concentreren hoor. Oh, ik heb eigenlijk heel lang niet meer over dit praten met het stemmetje. Ik moest er heel eventjes over nadenken. Nou ja. Oké, nou, dat was best wel een flinke knal die je daar had gekregen. Ik sta ervan te kijken dat we nog steeds geen Quaracy kunnen doen. Dus, oké, nou, jij hebt het uitgeschakeld. Oké, hier komt Fairaga. Nou, we hebben hem al vijanden zien doen. En nou wordt hij op hem gedaan. Dus volgens mij hield dat hem. Nou, gelukkig niet. Nou, maakt niet uit. Fairaga versus Fairaga. Fairaga jij of Fairaga ik? Logica is mijn broodje gezondstand. Ik smeer met boter! Oké, nou, Giora, die gaat gewoon door. Nou, dan doe jij even Lizaga. Maar maakt niet uit, hè. We doen het gewoon. Hoppakee. Nou, hij is nog niet op. Dank je, Destiny. 4000 met gewoon een regular aanval. Wauw. Wacht eens, jij had... Ik weet niet of je daar iets mee kan leren. Shiva, Return Magic. Hé, je hebt Return Magic geleerd. Want ik weet... Er is namelijk nog iemand die Return Magic kan leren. Dus dat is handig dat we dat nou eventjes kunnen veranderen. Als we naar de equipment toe gaan. Destiny die had sowieso ook nog de Scissor Fangs. En dan kan die Aura mee leren. Nou denk je bij je eigen van, ja waarom zou je daar godsnaam doen? Want dat zorgt voor een decrease van aanval. Aura is een geweldige aanval, die wil je zeker leren. En dan willen wij even kijken. Was Return Magic, dat was die... je kan High Tide hiermee gaan leren. Nou, dan doe je die toch even leren. Hier nog iets mee leren? Oeh, wat was dat? Body Temp. Wat was dat? High Tide. Ja, die ben je nou al aan het leren. Quaracy, Flee Jail, Autofloat. Body Temp. Auto Reflect. Flee Jail en MP. Body Temp. Auto Life en Revive. Die zijn eigenlijk... Revive is eigenlijk best wel een hele gunstige om voor hem te leren. Dus we gaan de Rebirth Ring maar eventjes. Goed, dan willen we dus heel eventjes langs de touw... Oh, die is nog steeds... Wacht, die kun jij toch leren, half MP? Of Return Magic. Ik weet zeker dat jij die kon leren. Is dat dan via een andere... Of kon ik dat dan leren? Oké, is dat nou? Hier, Return Magic. Close at Race Strength. Ja, die kan de touwen niet dragen. Ah, ik dacht dat die... Nou ben ik echt in de war. Ah. Oké, we gaan gewoon verder. Wat kunnen we hier vinden? Een rode hoed. Nou, we hebben nog niet eigenlijk gekeken wat die hoeden bij anderen doen. Ja, jij bent Blackwood aan het leren. Jij de rode hoed? Ability up, clear at it. Magie gaat er twee omlaag tegen... Nou, Magic Defense gaat flink omhoog mee. Oké, laten we doen. Jij bent Blackwood, want jij bent dood aan het leren. Kun jij de Red Hat aan? Met het kusjes. Oké, nou, het is alleen maar gunstig dat we... Oeh, wat is dat? Body Temp en High Tide. Oké. Is goed. Is gewoon goed. Gewoon doen. Oké, nou, gratis equipment, dat moet je nooit eigenlijk, ja, het is altijd handig. En ik weet dat ik heb heel veel stuff bij me wat ik eventueel zou kunnen verkopen, maar omdat je dus, ik heb dat nog niet laten zien, maar je itemlist, damn is die groot. Zie je hoeveel lege pagina's ik nog gewoon heb. Je kunt hier bijna niet, ja, of je moet 99 van hetzelfde item hebben, maar je kunt bijna niet zeg maar in de volle inventory zitten. Dat gaat gewoon hier niet. Oké, wat komen we nou tegen? Wow, hallo. Ben jij een zombie? Je ziet eruit als een zombie. Worm Hydra. Venom Breath. Oké, dan wordt dus een antidote gebruiken, denk ik. Nee, je bent daar tegen guard. Oké, gunstig. Nou, je bent een groot beest. Hier, Blizzard erop. Arrow Breath. Oh, dat is een windaanval, geloof ik. Ho, transtijd. Laten we Solutie 9 proberen. Die hebben we nog niet gezien, volgens mij. Tenzij dat we hem nou per ongeluk verslaan. Dan ga ik heel erg hard huilen, omdat we dan zeg maar, weer een trans kwijt zijn. Oh boy, en we hebben ook nog de aanval van Destiny. Wie zit zonder in voor ons, jongens? Waarom mag je een trans niet bewaren? Waarom, spel? Nou ja, hij heeft in ieder geval dat geleerd. Wees er blij mee. Joepie, Koop Lolly gaat vieren. Nee. Oh, ik word er zo gek van. Zo vaak echt... Sommige trans hebben wij nog niet eens gezien. Ik bedoel, we hebben de trans van Destiny nog niet gezien. We hebben de trans van Eiko nog niet gezien. Van Shauni nog niet gezien. Ja, echte naam is Eiko, mijn excuses. We hebben de trans volgens mij van Evan hebben we wel gezien, maar... Soms nou vervelend. Ik jullie niks mag laten zien. Nou, Red Hat die geeft. Plus 1 defense, min 1 magic defense. Dus ja. Nee, is het ook niet waard. Hou jij maar de Blackwood gewoon op. Oké, dan gaan we gewoon verder. We gaan gewoon verder. Hoppakee, deurtje door. Net alsof dat die trans nooit gebeurt. En ik weet het, ik kan High Tide wel aanzetten. Maar het probleem is met deze Final Fantasy... Wat was dat? Het probleem met deze Final Fantasy is dat je trans of je speciale aanval niet echt zo gunstig is. Ik bedoel, Final Fantasy 7 had het zelfs zo goed dat je zelf kon bepalen wanneer dat je hem wou gebruiken. Zolang je je gewone aanval maar niet gebruikte. Je kon gewoon magische spreuken gebruiken. Maar nee, hier is het zo van, oh, je hebt trans, je gebruikt hem maar nu meteen, kun je hem niet gebruiken. Jammer dan. Goed, komen we weer een nieuwe vijand tegen. Hey! Die vissen hebben we al een keer gezien. Op het eiland zelf. Die granaat hebben we nog niet gezien. Gewoon die granaat eventjes aanvallen. Jij doet even een Shiva op. Volgens mij waren hun zwak op ijs. Oeh, bodyram nog eens een keer tegenaan. Ik zie me eigenlijk wel dat ik flink dadelijk moet gaan healen. Oké, ja, hij zit in de achtergrond. Dat is wel nog verveeld. Oh, Scorch. Dat is daar. Elementaanvallen hebben geen effect meer op hem. Damn. Nou, dan moeten wij hem maar gewoon zo raken. Oké, dus eentje die zal hier dus nou niet door geraakt worden. Dat is vervelend. Ja, die heeft een guard, zien we. Nou ja, we moeten toch even healen nou. Want zoals je net zag, flame. Het moment was verveeld. Oh, gaan we Fikkie doen? Oh, oké, nou hebben we dus... Oké. We kunnen dus niet meer... met magische aanvallen hun raken. Nou ja, elementen aanvallen. Dus we kunnen de meteor wel gaan proberen, maar... Ja... Oeh, een lavagun. Ziet er pijnlijk uit. Zelda, kom op, we hebben healing nodig. Ik denk dat ik dan dadelijk gewoon meteor ga proberen of zo. Oké, die is neer. Mooi. Probeer nog eens een keer te healen. Nou, weer die lavagun. Oh. Dat is 2 keer achter elkaar. Daar ben ik echt niet blij mee. En de touwler gaat in trans. Oké, 2 keer meteor dan. Maakt mij niet uit. We maken ze helemaal pot. Oké, nou, oké. Misschien die ene. Misschien mag je 2 keer meteor op die ene doen. We kunnen eindelijk healen. Nou is de touwler aan de beurt. Oh, Destiny heeft ook bijna zijn trans trouwens. Ah, hij mist. Nee, je mag hem 2 keer doen. Doe het! Dit spel haat mij. Dit spel... Let's play vloek. Hier, recht voor je neus. Let's play vloek. 2 keer gemist. Dat was gewoon 84 MP door de neus geboord. De touwler heeft nog maar 5 MP over. Dankjewel, spel. Dankjewel. Gewoon, dankjewel. En dat heeft niks met die scorch te maken, want een meteoraanval is namelijk non-elemental. Dus dat zou gewoon moeten raken. Nee, dit spel haat mij. Het is officieel. Er is niks meer aan het veranderen. Serieus, pak je boeltje maar. Hup, weg. Let's play vloek. Het is weer zover. Goed, we zitten er in dit kistje. Geef het. Golden hairpin. Die weet ik tot Zelda en Shauni die kunnen gebruiken. Maar ja, jij bent nog dat aan het... Oh nee, je hebt Shiva geleerd. Oké. Wat doet de golden hairpin? Oh, wacht, dat is een hoed. Oh. Auto-regen. En races water. Oké, auto-regen dan maar leren. Maar goed, je hebt nou Shiva geleerd. Wat hebben we nog meer? Automos, daar zei ik al, daar wachten we nog heel eventjes mee. Ifrit, dat is een vuursummon. Oké. Pakken we die er even bij. Kennen we hier nog iets bij? Het nadeel is, Shauni die heeft nog steeds, omdat ze Holy aan het leren is. Dus Shauni heeft nog steeds die Light Rope, of hoe dat ding ook heet. Kennen we hier iets? Ja, random encounter tegenkomen, zoals altijd. Zit er weer een nieuwe vijand, of hebben we deze nog niet gezien? Ach, 3 van die balgehakte. Nou, dat was gelukkig niet al te moeilijk om die beesten te verslaan. En ja, ik weet dat Destiny bijna zeg maar op zijn trant zit. Maar als dat gebeurt, zou ik het ook zeker laten zien. Oké, nieuwe of oude? Oh, weer die gasten. En het is zover hoor. Destiny die krijgt zijn trans. Joepie. Wat Destiny's trans eigenlijk inhoudt. Op het moment dat hij dus zeg maar getransformeerd is. Kan hij zijn soort van magische aanvallen. Kan hij zeg maar op iedereen doen. Dus op alle partymembers. Of tegen alle vijanden, ligt eraan wat voor aanval dat je doet. Ik zal het laten zien als hij weer aan de beurt is. We hebben weer deze lavavissen. En Zelda die kreeg wel heel erg veel klapjes. Zo, critical. Elementen maakt mij even niet zoveel uit. Oké, hier. Elan. Chakra zal dus op iedereen zijn. Wat dus zeg maar dat HP en MP doet. No Mercy kan ik dus ook tegen iedereen gebruiken. Aura, dat is een nieuwe. Cast Autolife en Regen aan alle partymembers. Dus die is geweldig. En die zou ik dus nou zomaar in één keer op iedereen kunnen gooien. Curse, dat is... en Revive, ik kan iedereen dus zeg maar zo in één keer healen. Nou ja, laten we No Mercy maar doen. Geduld heeft weinig nut nog. Ga je gang maar. Do it. Just do it. Ik vind het wel leuk hoe dat eigenlijk best wel veel schade doet. En het is non-elemental. En het wordt niet geclassificeerd als een magische spreuk. Dus daarom konden we het ook eerder gebruiken. Oké, Quaracy is geleerd. Heel veel experience. Hartstikke leuk. We zitten al in de 40 level. Dat gaat alleen maar gunstig. Dus ik vind het alleen jammer dat de andere team zo minder experience heeft gekregen. Ik bedoel, die hebben echt heel erg veel gemist. En de Towler... Even kijken hoor. Je had nou iets daarmee geleerd. Autofloat. Ja, jij hebt hier niks meer dat je kan leren. Je hebt alles al geleerd hier. Ja. Ik wip die maar. Doe iets nuttigs. Nee, jij bent daar nog steeds ook bezig. Goed, wij lopen gewoon verder. Het is goed. Nou, we hebben dus de trans gezien en hier is dus niks te vinden. Waarom we hier naartoe? Ik heb geen flauw idee. Wat we moeten doen is, we moeten hier dus zeg maar bij de put. Er stonden overal van die bochtjes. En we moeten dus zeg maar niet teruglopen. We moeten zeg maar een soort van... hier hebben we hem. We moeten dus zeg maar hier naar beneden toe. En er zit ergens een hendel. Dat is volgens mij deze hendel hier. En die moeten we dus zeg maar naar beneden halen. Volgens mij 3 keer. En dat is de locatie waar dat we naartoe moeten gaan. Maar er is nog meer te exploren, dus... Random encounter. Alweer. Jee. Nou, dat gevecht heeft wel een beetje geholpen, zodat Destiny weer zijn sterke wapen aan kan. Want die heeft Aura geleerd, dus daarvoor hebben we dat wapen niet meer nodig om zeg maar te moeten equippen. Mochten we Aura willen gebruiken. Dus dat is altijd gunstig. Goed. We hebben hier verschillende locaties waar we dus in kunnen. We hebben hier een huisje. En als ik me niet vergis, kunnen we hier... Demon's Mail, altijd handig. We hebben hier nog meer. Wat is daar? Het heeft gewerkt. We hebben 3 keer dat ding gedaan. En weer random encounter. Joepie. Volgens mij hebben we al een nieuwe vijand hier al gezien. Oké, geen nieuwe vijandje dus. Dat is wel jammer. Maar goed. We kunnen hier nog even doorheen gaan. Volgens mij is dit een soort van huis. En ik zit hier eigenlijk nou ook op mijn timer te kijken. En ik zie dat we al op zeker bijna 25 minuten zitten. Oké, nou. Zoals ik al probeerde te zeggen net. Voor de random encounter. We hebben hier een mockshop zitten. Die kan alleen maar potions. Dus ja, we hebben vandaag heel weinig potions. Dus laten we even... zoveel potions. Die geeft alleen maar zeg maar een paar van de gewone normale dingen die je dus zeg maar zou kunnen kopen. Hij heeft geen mail gehad en het is Mochtaka. En we hebben er eentje die moet naar Mulan. En ben jij blijkbaar niet. Maar goed. Volgende aflevering gaan we dus kijken of we Shauni kunnen redden. Gaan we dieper in Gulug Mountain. Mountain Gulug, hoe dat ook heet. En gaan we kijken dus zeg maar of we misschien Kuja eindelijk een keer tegen zijn gezicht aan kunnen mappen. Ik dank jullie voor het kijken. Heb je nog vragen? Leuk zo'n momentje. Laat het weten in de reacties. Als je daar de tijd voor hebt, laat een like achter als je daar de tijd voor hebt. En ik hoop jullie morgen allemaal te zien bij de volgende aflevering van Let's Play Final Fantasy IX. Bedankt voor het kijken jongens en bedankt voor de support. Doei!